Stel voor dat we beginnen, want Ellen na. Kom iedereen, of ja, voor de tweede keer. Je hebt volgens mij een heel dag adoptie gedaan. Ja, Leuk. Om, hoe moet ik het stellen? Er wordt vaak toch, als er de keuze is tussen techniek en adoptie, merk ik dat mensen al eens meer naar techniek gaan. Dat is wel leuk dat je vandaag echt specifiek voor We willen de dag graag op een ludieke manier afsluiten. Dus we hebben een klein quizje voorbereid. Ik weet niet wie onder jullie, ik denk de meeste, want jullie zijn denk allemaal Nederlander. Ja, Belg. Hoe heet het? Ik hou van Holland. Ja. Ja, dus iedereen, kun je of jullie die quiz kennen? Ik ken het zelf niet, Kat heeft mij ingeleid. Maar we gaan stoppen. Dat vind ik een beschrijving tussen Nederland Ja, en Engeland. kijk, alleen maar voordelen. We gaan dus via dat concept eigenlijk een quiz doen. En het thema gaat zijn onze adoptie uiteraard en employee engagement. Ja, misschien nog heel eventjes, voordat we echt van start gaan, jij nog even voorstellen. Voor degenen die mij nog niet gezien hebben, ik ben Cas, business consultant bij Wortel, ook in de Belgische tak trouwens. Vind ik al belangrijk om te vermelden. Ja. Ja. Dus dat Dat is een vraag. En ja, ik ben Charlotte, de collega van Kat. Belgische tak Ah, van Hè, toch en wel. ik twijfelde nog. Ik ben vandaag al Margot genoemd, en mijn focus ligt dus op change en adoptie. Ja, dat is al een vraag. Ik stel voor dat het is misschien leuk om ons in teams, dus we zijn met 7, dan heb ik dat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, dat is een lastig getal om te verbreden, maar. Ik ga bij kastje 10. Bij K? Ja, hij weet de antwoord. Oh, doen we toch een 2, 2, Ik 3? denk het eigenlijk niet. Nee, nee, nee. 2, 2, 2, 2, 3. Ja, 3. Zijn leuk. Dat lijkt me prima. Dus ik zal jullie mogen jullie opsplitsen. Choose wisely. Wie zijn hier de klanten? Ja, de CIO. Oké, ik zie dat de teams gevormd zijn, dus dat is super. Dus het concept, heel simpel, er komen een paar vragen. Ik ga je telkens vragen, het zijn telkens vragen waarop je een percentage gaat beantwoorden. Dus het is eigenlijk, we hebben vragen genomen die op basis van onderzoek, percentages die op basis van wel degelijk onderzoek zijn, eruit zijn gekomen. Dus we gaan jullie telkens vragen om eigenlijk een inschatting te maken. Jullie mogen per team even overleggen, jullie antwoord op het papier schrijven. Dan gaan we kijken, oké, welk team zit er het dichtst bij? En die mag aan het rad draaien. Oh ja. Stel dat er twee teams hetzelfde antwoorden, dan hebben we sudden death vragen. En daar gaat het de bedoeling zijn, zo meer keuzevragen, gaan we gewoon tussen die twee of drie teams wie het eerst met het juiste lettertje bij de ABCD, die mag dan draaien. Dit is misschien verwarrend. Dat is ook de titel van de quiz, de Wheel of Cheese. Ik ga straks nog op terugkomen, de mensen die al gekend zijn in adoptie, ProSci, Swiss Cheese. Het doet misschien al een belletje rinkelen, maar daar ga ik op het einde van de sessie nog eventjes op terugkomen, waarom die naam en wat is dat eigenlijk met change management te maken. Is het duidelijk voor iedereen? Ja. Ja? Oké, dan zal ik voor dan met de eerste vraag gaan beginnen.
Hoeveel procent van alle veranderinitiatieven slaagt er niet in hun doel te bereiken? Dat is een onderzoek van McKinsey geweest. En we hebben dat dan echt ruim gezien. Betekent ook niet op tijd, niet volgens de planning bereikt, ook niet volledig. Een percentage. Misschien mogen we het opschrijven op een papiertje. Ja, we zijn niet heel ecologisch. Ja, niet. Ik zie 80, 70 en 86. 70%. Oh, nee. We zijn nu al een superdieper. Ja, het is natuurlijk, er zijn meerdere onderzoeken, de cijfers zijn hier en daar een beetje anders. Ik weet zeker dat we een onderzoek zouden vinden waar het 86 of 80% is. It's part of the game. Maar wat dat we wel zien, het is hoe dan ook, het is altijd heel hoog. Het is, we zitten altijd in die, die regio van 70% en meer. En weet je waar dat zo op is? Ik dacht 90. Ja. En mijn partner, die hier speciaal komt voor adoptie, ja, die weet het beter dan ik. Ja. En dus heb ik dan zo weinig vertrouwen in onze eigen app. Nou, dit is als we het niet aangepakt hebben. Wij zijn de alliantie. Oei. Van twee mensen. De alliantie heeft al 100 punten. Nee. Niet heel toevallig ook in het bedrijf staan. Hoeveel hadden we? 100. 100. Ja. Je gaat ook zien. Ik ga het niet handig zeggen natuurlijk. Het kan ook zijn dat je hier komt en punten moet afgeven. Die mag je stelen van een ander team, jullie dan? Ja, klopt. En punten delen betekent dat je dat onder een ander team. Hebben jullie nog een teamnaam op te tellen? De drie musketeers. D3M dus. Oké. Dan hebben we team binnen dan. Beste lintjes. Hebben jullie al bij je organisatie meegemaakt dat ik, ja, we zijn het traject opgestart en we zijn eigenlijk niet beland waar we wilden uitkomen. Iemand daar dat jullie hier ook zitten. Ja. Iets met een lossie. Sorry? Iets met een lossie of zo. Ja, bijvoorbeeld. Ja, niet alleen, maar ik heb het wel echt overal waar ik heb gewerkt, want er is gek veel werkgevers, maar wel meegemaakt en dat het in heel veel gevallen echt strand inderdaad. Ja. Het kan of digitaal iets zijn of maar ook dat er een houdingsverandering moest gaan plaatsvinden op de werkvloer. Dat is heel moeilijk. Ja, maar wat even is het kijk je naar je standpunt, het gaat goed. En dan moet je het gaan beheren en behouden. Dan zie je op een gegeven moment dus op je gebeurt, dus het lijstje naar beneden. Ja. Dus zelfs na het gebruik. Dus je gaat het in het begin gebruiken. Ja. En dan gaat hij het onderuit en dan op een gegeven moment is het dan wordt het weer gedragen of niet meer mogelijk. Maar we hebben het ook een zorgorganisatie, dus daar helemaal alles. De kritische noot richting je eigen. Ja hoor, het weet niet van onszelf. Hoor je dat? Ja, omdat ik in een industrie en je zit met 5.000-6.000 medewerkers. Het doet me ergens te verwaasd of wil even een andere prioriteit te hebben. En, op een grote shortcut bedacht om bij het opstaan te gaan, anders het weg. Kijk, processen, vaste processen zijn gewoon vast. Dat heeft er al. Dan gaat het om de initiatieven, om de loopbaanlijntjes waar wij eigenlijk niet mee bezig zijn. Ja, dus als je zegt de rapportering bijvoorbeeld, dat moet je doen richting je cliënten, dat blijf je wel doen. Ja, omdat dat natuurlijk echt in het proces zit.
Ja, maar bijvoorbeeld als we we zijn natuurlijk een Green New Week voor dan moet je afval gaan scheiden. Ja, ja. Weet je, we moeten het allemaal doen. En we doen het thuis ook allemaal natuurlijk. Maar dat op je werk niet ook doen. En dan de intentie is goed uitgevoerd, wedstrijdje gemaakt, la. Vond ik de potentie allemaal leuk. Op een gegeven moment was het de praktijk een half jaar verder, want ik had ze zelf wat. Ja, je moet gewoon iemand hebben die het proces blijft besturen op een of andere manier. Ja, net als op de weg, hè? We zouden allemaal harder rijden als we geen. Ja. En dat doen we toch nog een beetje. En toch, hè? Mensen gaan altijd op zoek naar shortcuts. Want iedereen wil het makkelijker hebben. Ga je dan dat tegenwerken om te zorgen dat ze aan het proces staan? Of ga je kijken of je het proces kunt aanpassen voor zich? Voor hen nog makkelijker. Je neemt het mee, want als je het aanpast, dan pas je eigenlijk de scoretief aan. Anders ga je in de loop krijgen, dan is het beheersbaar. Ja. Dus krijg je een olifant gemaakt in Nijker op. Ja, hey, daarom heb ik het. Maar de andere benadering die ik daarmee bedoel, is, zou je dan soms ook niet moeten kijken of je het proces aan kunt passen op de werkzaamheden van de mensen in plaats van de mensen op het proces? Ik zal niet zeggen dat het altijd gaat. Dat kan. Nee, kijk, je kan een groot afpak gezamenlijk inzetten. Je kan ook een klein aantal vakken elkaar doen op een locatie. Ja. Het is wel makkelijk om zoveel te lopen. Ja, precies. Oké. Alrighty. Laten we naar de tweede vraag gaan. Dit is een onderzoek van ProSci. ProSci is de organisatie die de ADKAR-methodologie die wij ook gebruiken voor de mensen die al in een andere sessie hebben gezeten, de Kennedy ondertussen, die eigenlijk opgezet. En dus zij vroegen zij zijn nagegaan in hoeveel procent van de gevallen dat de sponsor de verandering onderschat of fout interpreteert. En dus dan hebben we het over de persoon die de verandering moet uitdragen, dat die eigenlijk al niet goed weet wat en hoe. Nog 10 seconden. Ja, 3, 2, 1. Nu, dat klinkt misschien weinig. 60 jaar geleden. Zijn nog wel op het liefste bij. Klinkt op zich als weinig nu. Anderzijds, het gaat wel over nog steeds 1/3 van de gevallen waar eigenlijk de persoon die alles moet trekken, moet dragen, het toch niet doet. Wat dan natuurlijk wel een heel belangrijke reden is waarom, om dan op onze eerste vraag terug te komen, waarom veranderinitiatieven niet slagen. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste redenen dat we daar zien, dat die primaire sponsor niet helemaal staat waar die moet staan. Ik zal het voorbeeld geven. Dan ben ik ook. Zijn we heel gelukkig met Michiel. Goed, we gaan dan. dat je die checkvraag al stelt, dat zegt. Michiel heeft het gezegd. Als je me nodig hebt, moet ik zeggen. Dan ben ik daar los. Ja. Ja, maar dat is allemaal een hele gedurfde uitspraak. Maar het uitdragen met het daadwerkelijk leading by example. Oké, okay, dat is iets anders. Dat is maar hij staat er dan met zich. Ja, daar is ook smerig. Dit stuk knippen we toch aan het koffietijd. Wie was er het liefste bij? De groep wacht in de D3M. De drie. Waar is het van die als past het niet op mijn schermpje. Ja, dat is een beetje een afstand. Thank you.
2050. Jullie naar jullie eigen organisatie kijken, ja, nu heb ik het al voor video gezegd. Denk jullie, ja, we zitten in die wat was het, 31-36%, of nee, zit bij ons wel goed. Om terug te komen op die sponsorvragen. Van die onze sponsors, onze leidinggevende, zijn die in staat om zo'n een verandering uit te dragen? Of nemen zij die rol niet op zoals je dat doet? Ja, ik denk dat ze dat zeker wel zijn. Mm-hmm. Maar er ligt ook echt wel een duidelijke taak voor het adoptieteam om die betrokkenheid te blijven houden. Ja. Dat is ook een wisselwerking. Okay. Maar ik denk ook dat mensen in hun eigen belang ook iets hebben te bedenken. Of ze het iets interessants vinden om iets door te zetten. Ja. Ja, natuurlijk. Het is makkelijk om te denken. Onze leidinggevenden die hebben de rol van de verandering uit te dragen. En dat klopt ook. Anderzijds zijn zij net zoals de niet-leidinggevenden. Mensen die door die verandering heen moeten. Dus, het is soms moeilijk om die twee te aligneren, maar ik moet enerzijds de verandering gaan uitdragen, maar misschien zit ik zelf nog met twijfels en vragen en misschien is die what's in it for me zelf nog niet heel duidelijk. Ja, hoe moet ik die dan gaan communiceren met mijn team? Dus dat is ook iets om mee te nemen. En daarom dat het ook belangrijk is om je leidinggevende en zeker een primaire sponsor van in het begin te betrekken, zodat je ook zeker weet, oké, we zijn gealigneerd. Weet waar het gaat. Ik denk ook dat het interessant is als je er niet achter staat om je eigen afspraak, moet ik dan de juiste reden zijn die het liefst uitgaan. Ja. Moet ik het juist aan een ander overlaten. Ja. Ja. En je zit ook zeker bij sponsors als dit gaat om VAC, dat die dan in één keer te druk zijn om nog mee te doen ook met zo'n adoptievrouw, en dan wordt het lastig. Ja, dus die moet je ook wel blijven. Dat is een beetje wat jij net zei, dat is precies wat ik bedoel. Ja. Ja, dat mensen denken dat ze een goede sponsor zijn. Ja, aan de voorkant, dat is wat Hans zei, dat ze aan de voorkant zijn toch wel. Ja. We gaan er met een proces verlies je ze. Ja. Ze hebben meerdere belangen en zijn zelf, tegelijkertijd zijn ze bijvoorbeeld ook opdrachtgever van de verandering. Ja. Dus ze hebben het belang dat A, de adoptie goed gebeurt, maar B, ook dat het tijdig wordt opgeleverd. Hm. Daar zit het wel in. Ja. En daar is nog, als opdrachtgever in het adoptieteam zit ook een relatie bij het leven. Dat is een verschrikkelijk proces. Op een gegeven moment moet je projecteren, moet je pushen, moet je geven. En als je daar ook nog eens een keer in gaat veranderen. Ja. Dus, ja. Maar de opdrachtgever is iemand anders dan de sponsor. Althans, dat hoeft niet hetzelfde te zijn. Bij voorkeur niet. Althans, krijgt het geen schrijven. Ja. En dan is het heel moeilijk om. Het kan, maar dan moet je echt die goedjes kunnen uitsplitsen. En dat is moeilijk. Als, ja. Dan moet je echt goed afzetten, andere goed opzetten. En wat ik zei bij een sponsor is, je moet hem echt wel een beetje, vind ik persoonlijk een jeuk worden, maar je moet hem wel ontzorgen. Spaar hem of haar. Dus als er een stuk geschreven moet worden, zou het heel knap zijn als daar de persoon zelf komt. Maar het is niet ondenkbaar dat communicatie dat stuk voor die persoon schrijft. Nee, sowieso het team. Nee, maar het ding is ook wel dat je die, en dat ze vinden, dat type mensen maar lastig, dat je ze uit de controle moet halen en dat eigenlijk voor ze moet gaan klaarzetten en zo van ik alleen maar te produceren, het boegbeeld te zijn. Dat is niet. Goed, omwille van de tijd moeten we misschien een klein beetje gaan spelen. Ja. Dan change management. Hoeveel meer kans tot slagen heeft een veranderd traject als er, nu besef ik dat het misschien een rare vraagstelling is, maar als er matig change management wordt toegepast? Ik heb het zo. En je mag al nadenken door. Ik heb het zo genoteerd om aan te geven. Wat we soms horen is, we hebben het budget niet voor change management of de tijd om alles te doen en om in te zetten op communicatie en op de weerstand. Maar weet dus dat kleine dingen helpen ook al. Dus wat denken jullie? Communicatie stelt naar, wat is matig? Ja. Ik denk dat ik meest zeg, ja, het was het geniet. Dus wat ik zeg, dat betekent, we gaan misschien niet op alles inzetten, maar we gaan bepalen, we gaan toch wel zien dat we de nodige zaken communiceren, dat we de nodige trainingen opzetten zonder de zonmantie. Maar hoe punt het? De vraagstelling had beter gekund, moet ik toegeven. Ik wil gewoon antwoorden zien, daar komt echt.
35%. Oké. Dus als je misschien geen hand in huis hebt zoals jullie, maar een halve hand. Ja, dan vanaf elke kant misschien. Hey, team Vigo, jullie waren die best wel een antwoord zeggen en dan ga je stemmen. Dat staat hier als. En die zelf te wapperen met het antwoord, dan heeft jullie de schuld. Zestien. En jullie? Ik denk dat ik het grafietje. Dus eigenlijk. Klopt. En dus maal 3, 300%. En maal 6. Dus daar eigenlijk, als we zeggen, ja, we zitten echt volledig in op change management. We doen alles volgens het ProSight boekje. En dat betekent een sponsorplan, een trainingplan, communicatieplan. We gaan inzetten op weerstand, alles. Dan kan je bijna niet meer falen. Maar zelfs als we bepaalde dingen doen, andere niet, omdat we niet de tijd hebben, niet het budget, dan zit er toch nog een heel groot verschil in eigenlijk hoe, is dat weer correlatie, niet noodzakelijk causaliteit, maar toch, maar in hoe effectief je bent om je objectieven te gaan bereiken. Jullie zijn het niet bij, jullie mogen draaien. Ja, liefst bij, relatief. Ik vind het altijd best ver vanaf. 30% was het. Op de kaas, hè? Ja, laat een beetje op mond. Kunnen we die fles champagne? Het zal bij jullie een C bij jullie ergens. Ja, dat is goed. Kijk, kan ik wel eens de kaas nemen? Dus geen punt, maar wel een aflevering. Oké. Gaan we het zien? Is er nog één schimmel gedaan? Even naar de volgende. Dat hij nu ogen hebt. Ik kan hier nu gewoon iets over maken, want misschien hier ook allemaal dingen in. Ja, dat is een potje en een mesje. Dat is eigenlijk. Nee? Dat heb je hem niet over. Ja, misschien. Ik kan het zo met een buurtje hebben. Helemaal goed, dankjewel. Oké, dan even over communicatie. In hoeveel procent van de gevallen verkiest een medewerker dat persoonlijke boodschappen van hun directe leidinggevende komen en dus niet van een andere persoon in de organisatie? Dus als we het hebben over persoonlijke boodschappen, dan hebben we het vooral over what's in it for me? Waarom het waarom van de verandering op mij toepast dan? En wat ga ik hieruit halen? Dat is opnieuw onderzoek van ProSci. Ik zal het niet uit. 95. Oké. Okay. Oh, ik heb het gehad. Wat zijn de andere mogelijkheden? In een niet publieke organisatie, de CEO, dat zou dan lijkt mij de algemene directeur zijn in een gemeentebestuur, de change agent, of de change consultant, de projectmanager. Maar
de meerderheid van de mensen wil toch, als het gaat over de what's in it for me, dat het die direct leidinggevende is. Waarom? Omdat dat uiteindelijk de persoon die het dichtste vaak bij jou staat en die jouw realiteit ook kent. En mijn leidinggevende heeft heel veel voeling met wat ik doe. Bruna minder. Gewoon door het feit dat ik heel de tijd met Margot over effectief klanten. Ik ga ook, als ik me niet zie, ga ik met Margot niet meteen naar Bruna. Anderzijds, en dat is nu geen vraag, maar dat wil ik er wel even bij zeggen. Als het gaat over die meer high-level boodschap, die waarom van een verandering en waarom doen we die dat inderdaad, dan ga ik eerder kijken naar bijvoorbeeld of de CEO van de organisatie. Ik heb nu niet het exacte percentage, maar dat ligt daar ligt eigenlijk dat heel hoog van. Voor zo'n boodschappen kijken we echt naar die persoon. En we gaan dus eigenlijk niet naar onze adoptieconsulenten of change managers, die moeten eigenlijk meer daar op de achtergrond blijven. Ja. Hoe zit dat bij jullie organisatie? Hebben jullie het gevoel dat jullie de directe leidinggevende, dat zij voldoende met hun team, ik weet niet of jullie zelf leidinggevende zijn, is er voldoende die uitwisseling? Ja. En dat wordt geapprecieerd met hoe dat geapprecieerd wordt in de organisatie? Ja, het werkt ook de andere kant op, om te zien dat er nog heel veel geëscaleerd wordt via dat kanaal. Dus als mensen op de werkvloer iets vinden of willen, dat ze gaan ze naar de directleiding geven, dan krijgen wij het terug. Dus als wij hun willen bereiken met iets, dan kunnen we het beste via dat kanaal gaan. Ja, dat heb je al een paar keer naar een andere sessie ook aangegeven, dat die feedback loop, dat niet alleen is vanuit het projectteam ga je naar de leidinggevende communiceren, maar dat zij ook heel veel interessante input voor jullie hebben, omdat zij net al die dingen opvangen. Exact, ja. Ja. Maar andersom in change is het natuurlijk ook zo dat als de leidinggevende dan niet mee is met de verandering, heb je ook een extra barrière. Ja, absoluut. Zijn er nog vaak leidinggevende op bank van de leven? Niet noodzakelijk, ja. Ik denk dat daar heel afhankelijk is van organisatie tot organisatie. En dat je dat is ook wat jij denk ik met die barrière bedoelt. Het kan verschillende zaken zijn. Ik kan als leidinggevende zelf geen interesse hebben om door die verandering te gaan. Of ik kan net heel anders. Ik heb het al letterlijk zo gehoord. Dus ik vraag die mensen toch gewoon hun job te doen. Waarom moet daar iets rond gedaan worden? Dit is gewoon een nieuwe tool. Het gaat je leven makkelijker maken. Je wordt ervoor betaald. En dat zijn dingen die we ook echt horen. En dan kan je afvragen, is die leidinggevende wel? Ja, ik vraag me dan ook naar onze stichting. Eigenlijk leidinggevende van de taakste, maar ook wel klant moet op de richting moet zitten. Leuk dat de leidinggevende niet zitten, maar als de medewerker op de welding is, en het als meer een deel, dan moet je eigenlijk afvragen wat heeft de leidinggevende dan niet moet gehad. Alleen op een paar casussen zitten geweest, maar de leidinggevende zelf niet eens begrijpen. Ja, en dan moet dat gaan communiceren naar beneden. Moet ik dat? Ja, die mensen houden toch iets lang voor onze schild houden. Maar wat ik meer wil aangeven is van leidinggevende is een laag die we ertussen hebben kunnen filteren. Maar de vraag is, heb je dan daadwerkelijk ook het doel te pakken die je graag wil hebben om jouw verandering te doen? Ja, iets dat ook dat we vaak ook meenemen in verandertrajecten is een sponsoranalyse. Daarin wordt net in beeld gevraagd, onze leidinggevende, we gaan niet scoren, dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar dan gaan we eigenlijk kijken hoe staan zij zelf tegenover de verandering. En hebben zij de juiste vaardigheden om ook die rol uit te dragen. En dan zie je inderdaad, als je dan en je hebt dan de hele organisatie of de hele leidinggevende hiërarchie in beeld gebracht met kleurtjes. En dan kan je ook heel makkelijk inderdaad zien, daar zitten we met rood. Wat betekent dat alles dat eronder valt, komt in gevaar. Dus dat is zeker iets om heel belangrijk om mee te pakken. En daarom dat ook echt een change wel aan het en dan zeker voorzag heel veel op wordt ingezet om die mensen ook mee te nemen. Ja, dat is dan even meer naar engagement. Dat is onderzoek van Gallup. Dat is een onderzoek over wereldwijd, heel veel onderzoek geweest. En die hebben een navraag gedaan over stress. Ik heb nu in België, Nederland. Dat is wel een verschil hoor. Maar ik heb op de slide. Anders
Voor Nederland, want de cijfers, dan moet ik even op een volgende slide gaan kijken, maar die cijfers heb ik ook. Dus jullie mogen het voor Nederland. Nederland. Ja. Jullie krijgen 20 seconden. Iedereen dus, even België, Nederland. Ja, jij mag er gewoon voor. Uiteindelijk Nederland. Dat is ook een schrijnaar. Wat? Dat is ja, we moeten dan voor de nu hebben. Komt ie. Ja? Jullie mogen me vermogen hebben, want ik merk aan mezelf dat mijn geheugen niet zo goed is dat ik het. 65 en 70. Dit klopt niet. Dan moet ik even gaan kijken. Oh, heb ik toch niet. Dus. 29%. Dit was wel minder dan jullie allemaal dachten. Ja. Ik weet niet wie het laatste had gezegd. Dat is echt wel serieus minder. Maar misschien dat het iedere dag, dat dat dan een beetje een ding is, maar misschien. Ah, ja. Iedere dag lijkt me ook wel echt. Als je dat zegt, dan is het dit is ook eentje die. Dat is weer een aan Jelle Voors. Je bent jullie al 60, hè? Ik weet niet of dat anders is. Ja, kom maar. Heeft er nog eens een schrijf gedaan? Dan is het goed. Dus we zien dat. Voor de wisselplank. België en Nederland lagen niet zo ver uit elkaar. We zien wel. Ja, draai. Waar zit België dan? Dus nu gaan jullie, dus de andere teams moeten even niet meespelen, maar komt er een meerkeuzevraag? Als jullie het juist hebben, krijgen jullie 500 punten. En anders krijgen jullie. Sunday, dat is Oké. Dus dat is voor drie musketeers. Maar je zegt, geef ze maar gelijk die punten, hè? Ja, maar ik zou het zonder Kilian ook. Ja, maar ik heb al genoemd zonder dat ik al. Dan hebben we wel een punt. Nice. Dan maakt de. Dat zie ik wel lekker. Ja. Ik kan het even op. Tot hoe laat hebben we? Ja, we hebben 6 minuten. Tot 4. Oh, kijk, we hebben nog 15 minuten. We moeten wel een beetje gas geven. Nee, we hebben 15 minuten. We hebben nog tot 4. Hij heeft nog 10 overkomt. Oh, leuk. Oké. Mag je naar de andere presentatie? Ah, sorry, ja. Misschien, want de stress, jullie dachten allemaal een bak meer. Komt dat uit jullie eigen beleving? Of? Ja, eigenlijk als de vraag beter, we zijn weergegeven tegen de stress. Ja, inderdaad, er stond medewerkers, maar misschien had je dan moeten. Nee, goed punt, ja. Hadden jullie dan het wel minder hoog ingeschat? Dat weet ik niet. Eigenlijk heb ik ook nog niet. Ja, bij ons lijkt het echt inderdaad dat het een jaar heel hoog was. Ja. Veel verhoogd en misschien bijna als. Het is natuurlijk iedere organisatie, het is maar een gemiddelde, het is ook een groot onderzoek over verschillende sectoren. Ik denk dat de zorgsector, dat ook. Dat is niet de makkelijkste sector om dus. Als ik nou in België loop, dan mag ik het volgende even hoger dan in Nederland. Ik in Nederland met 29. Ja, we kunnen er bijna niet aankomen. Ja, snap dat niet. Ik snap daar helemaal niks van. Je zou denken dat het in Nederland hoger ligt dan België? Ja, echt. Beduidend. Hoger dan België of gewoon hoger? Hoger dan België. En waarom? Nou ja, ik ken België. Ik heb veel Belgische vrienden. Ik ga dit weekend wel naar België. Toch altijd heel relaxed. Hi, dit weekend wel. Lekker leuk, schieten. Ik zou echt als Belg, ik weet niet Naomi, ik vind dat Nederlanders altijd veel. Oh, grap. Ik lijkt me zelfs zeker de overtuiging. Ja, dat is zo grappig. Ja, België zijn binnenvetters, hè? Ja, vind ik, dat is misschien wel. Ik vind dat ook. Ik denk dat het allemaal weet dat als je denkt, blind gekocht heet dat.
in België. Ja. Dus kopen mensen kopen blind in huis. Oh, dat kennen wij in Nederland ook. Ja, eigenlijk ja. Die gebruiken heel de aflevering lang. Alle mensen die geïnterviewd blijken, gebruiken constant het woord gestrest. Ah ja, kraak gestresseerd. Ja, ik zou ook zoiets van. Constant stress. Ja. En dat hoor ik in Nederlandse programma's niet. Dus ik zou zeggen, wel. Ja, dat kan ik slecht. Dus dat aan de kunnen geven. In Nederland. Ja. En dan denk ik, dikke paniek, hè. Hoe ga je het gehoord om dat te doen? Ja, dat denk ik. Dat is echt, oh, dat is wel spannend. Ja, ja. Ja, ja. Ja. De grap is, ik val echt letterlijk op de grens en ik zie dus beide programma's. En het is echt niet zo erg als dat het... De Belgen zijn net zo gestrest als dat de Nederlanders zijn als het gaat om huizen kopen in dit gekocht. Maar dat heeft misschien meer met het programma te maken. Ja, met taalgebruik ook. Ja, dat is ook pas zo. Ja, ook woordgebruik. Ja, dat is. Oké. Oké. Zijn jullie in jullie organisatie actief bezig om stress op het werk tegen te gaan? Ja? Wat doen jullie? Stressballetjes. Dus ze proberen het behoorlijk tegen te gaan en een ontspanning aan te bieden op gezamenlijke pauzes, gezamenlijke sporten, dat is het flauw voor. Uiteindelijk als het bij je baas komt, het werk op het werkvloer gebeurt, het gewoon klaar zijn. Kijk, en natuurlijk zijn binnen de dagprogramma's zijn er ook momenten waar je denkt, moet even niks. Dat is uiteindelijk, maar is dat praktisch? Ja, het probleem zit misschien dieper dan. Ik moet graag zeggen bij mijn eigen werk, dat ik zit een beetje te sleutelen aan data. Daar ervaar ik geen stress, ik zit op veel plezier. Maar bij ons zijn de afdeling wel weten, actieve zaken die we van kortgeleidingen staan en stress. Ja, ik heb het hier ook ingestoken. Het gaat wel, het is eigenlijk adoptiethema. Maar omdat als we dan puur naar veranderinitiatieven gaan kijken en de stress die daarbij bij te kijken komt, elkaar opnieuw het informeren van je mensen, uitleggen wat is er positief voor jou, kennis, zorgen dat er kennisoverdracht is, dat speelt natuurlijk ook daar een heel grote rol om die veranderstress dan te minimaliseren. Als we zoeken, dat zijn zijn mijlpalen hier. Ja. Wat zeg je? Mijlpalen. Oh, mijlpalen. Ja. Ja, maar dat is, het dingen vieren is de zorg sowieso heel goed in. Zeker. Ik vind het altijd briljant als je zorgorganisaties, als die in protest komen. Dan moet je bij zijn. Dat is gewoon één groot feest. Die staan met z'n allen een partij feesten vieren op het Maaiveld. Ja. Allemaal één groot fluitjes, plakketjes, één bak gezelligheid. Ja, het probleem is dat ik al deze straat. Ja, hè? Ja. Die buren die ik pak, die worden een vliegtuig leeg. De provincie, ja, dat maakt een ellende van. Voordat ze deze politieke afpakken, misschien is het goed om een film te gaan. Ja, 10 minuutjes. Ik denk dat ik nog 1-2 vraagjes. Het is dan hetzelfde onderzoek, maar daar zijn we gaan kijken. Zijn ze gaan kijken naar betrokkenheid op het werk. Hoeveel procent, dat was dan wel op Nederland geënt, van de mensen voelt zich betrokken op het werk? Ook op net, ben ik net goed daar. Door iets van. Ik kan niet presteren, want ik kan niet. Dat doen jullie samen. Nee, maar dan gaat hij door naar de andere groepen. Geen probleem voor mij, hoor. Yes. 3, 2, 1. 70, 90 en 40. 40. Ik en hij uit. Mooi. Ja, hij is echt. Niet in. Ja, dat is nog al die weerstand. Niet bij vertellen. Ja, want dan is ik niet opgenomen. Ja, nu, uiteindelijk als je kijkt naar de topscorer. Opnieuw, het is een heel zuiver onderzoek. Hè? Ik denk. Als ik voor Wordel mag spreken, denk ik eigenlijk wel dat we daar zo een beetje beter scoren. Ja, ja. Maar toch opnieuw engagement, ook weer gelinkt met communicatie,
die desire, en niet alleen in een vrouwentrek, maar ook in een dagelijkse werking. Ik denk dat 40% het is erbij, dus jullie mogen dat zeggen. De kaas, hè? Dan is het dan die. Ja, ja. Kunnen we nog iemand? Kunnen we nog iemand? 400, 500 punten dan? Ja, dan komen jullie in de tweede positie. Nee, maar niet op elkaar, dus we doen het nog niet, hè? Ja, dank je. Oei. Jammer. Toch trots op je. We gaan er nog eentje doen. Ik was wel de los. Je moet het maar doen. Dus dit waren wat vragen die eigenlijk gebruikt hebben om op basis daarvan zijn ze echt tot die percentages gekomen. Hè. En dus het gaat communicatie, ik weet wat er van mij verwacht wordt. Ik heb materiaal en equipment. Ik word ingezet op wat ik goed kan, recognition en waardering. Er wordt door mij gegeven als een persoon. Een heleboel dingen die ze daarbij. Vind ik best wel een grappige. Ik heb een beste vriend over het. Maar het is wel een heleboel dingen die ze daarin rekenen. Lijkt me ervaring en op de zaal, maar goed. Lijkt ervaring voor vertellen als een 5 minuten geven. Ja. Oh, dat gaat maar zo. Ja, ik heb het. We zoeken nog mensen. Ja. Bij jullie, is er jullie hadden wel hoger gescoord, dus ik denk wel dat jullie meer engagement voelen op jullie werk. Wordt daar actief op ingezet of is dat gewoon iets, ja? Ja, we lopen verschillende programma's. Naast een outing-programma, zeg maar, waar mensen gewoon regelmatig buiten het werk dingen met elkaar doen, hebben we ook een medewerkersclubprogramma. Dus dat wordt echt ingezet over wat maakt jou gelukkig in je werk. Ja. Zo worden mensen wel extra betrokken. Ja. Oké. Dan gaan we naar de laatste vraag gaan en nou daar. Gaan afronden. Verandermoeheid. Hoeveel procent van de medewerkers, het is opnieuw een onderzoek van ProSight, ervaren verandermoeheid? Op zich, hier kan ook van alles gebeuren. Het is de Alliantie en de Drie Musketeers. Is dit België of Nederland? Het is ProSight. Wereldwijd. Ja. Jullie mogen nog weer 300 punten stelen van iemand. Dank zelfs mijn video pakken. Zoek maar naar Mark. Ik denk dat het wel. Maar wij hebben wel het kaasplakje. Ja, ik moet even gaan spelen bij het Allianz. Ja, zo is het dan. Die kleine hier. Ja, dat kan wel iemand zeggen. Daar was het ook niet. Hoppa. Dat is jullie beslist. Kijk jullie aan. Kijk jullie bij elkaar. Hebben we nog een vraag? Nee, we gaan stoppen. Ja, ik denk, ik ga dit ook even overstaan. Ik denk wel dat we een duidelijke winnaar hebben met 900 punten, 100 en 100. Dus, applaus. Misschien nog heel eventjes om toch het bruggetje af te maken. Ja, er waren nog een paar vragen waar we niet op komen. Ja. Ah, ja, die wou ik nog eventjes tonen. Hè, waarom? Het is niet alleen omdat we in Nederland zijn en omdat ik heel veel zelf van kaas hou, dat ik hier dat de quiz The Wheel of Cheese heet en dat er hier kaaspakjes op staan. Maar dit is eigenlijk, om het met een één print te zeggen, wat doet change management? Hè, we hebben eigenlijk het verschil tussen als we wel gaan inzetten op change en niet gaan inzetten op change. Het is natuurlijk een
een schets. Hè. Maar wat we hier eigenlijk hebben, we zetten in op change. Dus we gaan eigenlijk in onze transitie, gaan we niemand en niets verliezen. Hè. We gaan echt mooi die stappen doorlopen en we behalen op het einde, komen we eigenlijk waar we initieel wilden belanden. Terwijl, wat zien we als we die gaan inzetten op change management? Tijdens de implementatie gaan we eigenlijk al mensen verliezen. Of gaan we gaan niet op tijd zijn. Of we gaan bepaalde dingen vallen uit de scope. En we komen eigenlijk in een future state na het project die niet volledig is. En vandaar, dit moet eigenlijk de gaatjeskaas voorstellen. Waar dat we dus niet belanden. We krijgen een gaatjeskaas in plaats van een lekkere conté. En dus ons succes is ook een pak beperkter. Dus vandaar. Allemaal inzet op change management. Dan kom je een volledig succes. Lijkt ons een timeshare verhaal. Dat hebben we heel leuk gedaan en nu is het tijd om te kopen. Ja. En daarmee denk ik dat we aan het einde zijn. Met nog een inspirerende quote over kaas. Ik heb hem aan ChatGPT gevraagd en dit is wat ik kreeg. Change it like cheese. It can be hard and difficult to swallow, but in the end, it's very rewarding. Als je dat gaat. We hebben 3 minuten. Ik weet niet of er, sorry voor de rush op het einde, maar of er nog vragen zijn over iets of gewoon in het algemeen over Adobe Silver Change. Ik vond het handig als leuks. Dan wel even luisteren. Ja. Even. Ja, is het. Fijn. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben.